Maar in Progressief Zoeterwoude is geschrokken. Ja, ik was heel erg geschrokken toen ik op Sleutelstad ineens zag dat we 417 kilo afval per huishouden hadden. Dat is natuurlijk hartstikke veel. Ik kreeg zowat een hartverzakking. Maar waarschijnlijk is dat dus alle grondstoffen en huishoudelijk afval. En het inwonertal is natuurlijk gestegen. Misschien hebben mensen wat meer verbouwd en dan de spullen naar de gemeentewerf gebracht. Want dat is natuurlijk ook afval-grondstof die misschien moet worden meegeteld. Normaal tellen wij gewoon het huishoudelijk afval. En daar hebben we dus het afgelopen jaar en dit jaar gewoon fantastisch in gescoord. De wens van de minister is dat we op 30 kilo uitkomen. Nou, wij zitten denk ik op het eind van het jaar al op net onder de 40. We zijn er nog niet, dus we moeten echt nog wat beter gescheiden worden. En ja, of we die 417 of wat het is gelijk blijft of wat hoger of lager, maakt niet uit. Als het maar gescheiden wordt ingezameld.